Stichting Vosting, de Surinaamse 50-plus vrouwenorganisatie in Nederland, bestaat in 2022 precies 25 jaar. Christina Hareveld, voorzitter Vosting, zegt dat de stichting is ontstaan om Surinaamse vrouwen in Nederland zichtbaarder te maken in de Europese gemeenschap. Yvonne Penig, voorzitter van de stichting Pacensi, zegt dat Surinaamse vrouwen reeds geïntegreerd zijn in de Nederlandse gemeenschap. Echter hebben ze nog altijd ruggensteun nodig. Na 25 jaar zijn er verschillende meningen over de betrokkenheid van mannen bij de stichting. Zij zijn geëmancipeerd, maar ze hebben toch altijd een ruggensteun nodig. En als je zo'n organisatie achter je hebt, maak je het nog mooier. We zijn niet tegen mannen, we zijn in tegendeel. Je hebt gezien hoeveel mannen er op onze bijeenkomsten zijn. Maar omdat we zo specifiek op vrouwen gericht zijn, is het misschien nu nog nodig om een vrouwenorganisatie te zijn, in het bestuur vrouwen te hebben. Ik vind het juist belangrijk dat mannen erbij zijn, omdat je juist een beter evenwicht kan krijgen tijdens vergaderingen, besluiten die genomen moeten worden enzovoort. En bovendien, als we een inclusieve organisatie willen zijn, dan moeten we geen groepen uitsluiten. Wij zijn sterk genoeg om onze zaakjes zelf in handen te hebben. Mannen zijn niet nodig. We hebben geen mannen nodig, wij zijn zelfstandige vrouwen. Hoewel de meningen verschillend zijn over het betrekken van mannen in de stichting, zegt de voorzitter van Vosting dat zij nog altijd het werk zullen voortzetten. Ze zullen zich voornamelijk richten op nieuwe praktische uitdagingen. Carrie-Anne Tjongayong, oud-voorzitter van de stichting, geeft aan wat er in de afgelopen jaren is veranderd. Bijvoorbeeld de digitalisering. Weet je hoeveel vrouwen zitten met, maar ik weet het niet hoor. Ik heb mijn zoon gevraagd. Ik zeg, maar waarom je zoon heb je zelf? Ja, dat ding is moeilijk. En je dochter? Oh ja, maar die heeft geen tijd. Weet je, ik bedoel, ik denk dat het, je moet zelf, in dit land zelfstandig zijn. Je moet voor jezelf kunnen opkomen. En daarom is het belangrijk om een aantal dingen ook te kudden. Dat ik ineens een paar mannen in de zaal zie. Je wordt zelf ook binnengebracht door een man, dus... Ik kan niet anders, want anders kom ik niet eens binnen. Niet in het bestuur en ze mogen alleen bij speciale gelegenheden naar binnen. Het is een vrouwenvereniging. Waarom zijn u ooit begonnen met alleen vrouwen eigenlijk? Omdat vrouwen niks hadden en het belangrijk was dat ze gezien werden. Is dat gelukt? Nou en of. Je ziet ons toch, kijk hoeveel vrouwen in de zaal. We zijn met een klein groepje begonnen van misschien 10 vrouwen. De stichting begon 25 jaar geleden met trainingen in het zuiden van Nederland. Tjongayong zegt dat Vosting nog altijd nodig is, omdat de oudere vrouwen de jongere vrouwen kunnen begeleiden, zodat die de Surinaamse traditie kunnen voortzetten. Dit verslag is gemaakt door de Nederlandse verslaggever Sam Jones.